print the boodschap print today. Overschot aan eieren beïnvloedt prijs. Op de lokale markt is er momenteel een overschot aan eieren. Door dit overschot wordt de prijs per ei ook sterk beïnvloed met dien verstande dat de stukprijs goedkoper wordt. Schommelde de prijs per ei medio vorig jaar tussen de SRD 1,75 en 2 SRD. Momenteel ligt de prijs rond de 1 SRD en 1 SRD 25. Dit bekoort het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. We hebben gezien dat er op de markt een overschot is aan eieren. We zien dat de eierenprijzen ook flink omlaag zijn gegaan en zijn daar in feite bijzonder blij mee. Aldus HENT-minister Stefan Tsang in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut. Hij legt uit dat het een initiatief is geweest van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij om in samenwerking met HINT de prijs omlaag te brengen nadat geconstateerd was dat eieren oneigenlijk duur werden verkocht. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.